De kerk heeft vanaf de eerste eeuwen haar martelaren willen gedenken. De mensen die gestorven zijn omdat ze bleven geloven en van dat geloof getuigenis aflegden in woord en daad tot de dood toe zelfs. Dat feest van die martelaren is in de loop van de eeuwen wat verbreed naar mensen die misschien niet gestorven zijn voor hun geloof, maar zodanig geleefd hebben dat het licht van Gods genade in hun woorden en daden zichtbaar en voelbaar werden. Wij vieren allen die als leerling van Jezus een gezalfde Gods zijn geworden. Herinner je Cyrus, de koning die een Messias genoemd wordt? We nemen u mee vandaag opnieuw naar het koorgestoelte van onze kathedraal, waar we tegenover de reeks met beeldjes die het Onze Vader verbeelden, we hebben er al bij stilgestaan, ook de zogenaamde zaligsprekingen vinden. De tekst die wordt gelezen elk jaar opnieuw op de 1 november. De magistrale aanhef van de beroemde bergrede van Jezus, waarin hij mensen zalig spreekt, gezegend noemt, gelukkig. Het zijn mensen aan wie het rijk van God reeds behoort. Als je die acht bekijkt, dan zijn de eerste en de laatste van een iets andere orde dan degenen die daartussen zitten. Bij de eerste, de armen van geest, zegt Jezus dat ze het rijk der hemelen bezitten. En de laatste, degenen die vervolgd worden om Jezus' naam, ze bezitten het rijk der hemelen. Dat staat daar in de tegenwoordige tijd. Dat is nu al. Wie vandaag arm van geest is, wie vandaag vervolgd wordt om Jezus' naam, is nu al in het bezit van het Rijk van God. De elementen die daartussen staan, staan in de toekomende tijd. Ze zullen getroost worden. Ze zullen barmhartigheid ontvangen. Dat zijn elementen die nu nog niet aan de orde zijn, want ze hebben nu verdriet. Ze ervaren nu de hardheid van een samenleving die barmhartigheid niet toestaat, enzovoort. Het bezit van het Rijk der hemelen is een geschenk dat zich maar langzaamaan realiseert in de uiteindelijkheid van het thuiskomen bij God. Laten we nu eens kijken naar die eerste en laatste zaligspreking. Zalig de armen van geest. En je ziet een man in ons koorgestoelte die onderaan een geldbuidel heeft, een scepter, een kroon, allemaal wereldse symbolen van macht en rijkdom en roem. Iemand die dat volledig links laat liggen. Arm van geest heeft absoluut niets te maken met verstandelijke capaciteiten of zoiets. Arm van geest is een uitdrukking om te zeggen, iemand die nederig is en bescheiden. Iemand die zijn geluk niet denkt te kunnen vinden in zijn eigen prestaties, in hetgeen hij zelf kan vergaren. Maar iemand die zich helemaal kan toevertrouwen aan een ander. Iemand die zo lief heeft dat hij zijn leven en zijn geluk in de handen legt van die ander. Dat is arm van geest. En zo iemand is in staat om te verdragen dat hij ook vervolgd wordt om Jezus wil. We zien in het koorgestoelte als achtste figuur van de zaligsprekingen Stefanus. Die prachtige figuur uit het boek Handelingen. De eerste mens die na Jezus en in Jezus' naam het leven verliest. Hij wordt gestenigd
omdat hij getuigenis aflegt van de boodschap, de blijde boodschap van Christus. Hij is het beeld van arm van geest kunnen zijn, zich helemaal kunnen toevertrouwen. En hoe verdrietig ook zijn einde, hij zal getroost worden. Hoe onbarmhartig ook behandeld, hij zal barmhartigheid ontvangen. En hier en nu mag iedereen die deze weg bewandelt van zichzelf zeggen: het Rijk der Hemelen, ik heb het nu al ontvangen.